Oh, nu kan iedereen nog winnen. Oh. Oh. Kijk, eentje voor jou. Oh. Iedereen staat nu op de sprong om te kunnen winnen. Hey Kijkmasters, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag gaan we weer een bordspelletje doen, want dat is echt lang geleden. Dus ik dacht van nou, weet je wat, wordt weer eens tijd om Gilde weer eens bij aan te laten schuiven. Dus ik dacht van lekker bordspelletje. Vandaag spelen we het spelletje Dixit. Laat een mooie doos maar zien. Nee, dichterbij. Oh ja, kijk maar mooi ik wil het aan jou laten zien. Dixit, dan weet je in ieder geval hoe die eruit ziet, mocht je hem in de winkel opzoeken. Oh, dan viel de rest van de doos bij. Okay. Het werkt als volgt. We krijgen allemaal 5 kaarten. Van die kaarten mag degene die dus aan beurt is, dus laten we zeggen dat Eva als eerste begint, die moet een verhaaltje vertellen bij de kaart. En dan moeten Giel en ik gaan bedenken van, welke kaart past daar nou het beste bij? Er staan namelijk random plaatjes op de kaart. Ja, en die moeten we dan door elkaar heen zien te husselen. En dan gaan we eens kijken wie de daadwerkelijke... Ja, welke de kaart, dus die ik dan heb gekozen, welke dat is. Ja, bij het verhaal past. Ja, bij het beste verhaal past. Je ziet het zo wel goed, hè? Ja. Ja, we leggen het altijd het spel uit. Maar hier zetten we hem dan neer. Maar degene die het verhaal vertelt, mag dus maar 1 kaart inleveren. Degene die het moet raden, moet 2 kaarten pakken. Dat we inleveren. Denk je het aan te durven? Kom maar op met de stories. 1, 2, 5. Oké, wie is welke kleur? Ik ben wit, hè? Ik ben een witte knee. Echt niet, ik ben wit. Oh, ben jij wit? Je ligt wit, toch? Ik dacht dat je geel was. Oh, ja, hè? Oh, ik ben geel. Ik ben ook wel geel, hoor. Nee, laat maar zitten. Nou, jij mag beginnen. Oh ja, dat is even inkomen, zeg. Ja. En dan moeten wij dus 2 kaarten erbij leggen en wij moeten zien te raden welke van Eva is. Ja. Spannend. En als Giel bijvoorbeeld mijn kaart raadt, krijg ik nog een extra punt. Maar raden wij de kaart van Eva niet, dan alle punten naar Eva. En dan hopt haar konijntje zo op de veld. Ja, dan degene die als eerste hier is, die heeft gewonnen. Voor altijd. Ja, wij kijken niet. Kijken. Hup. Voor altijd. Ja. Je nee, ik zag hem niet. Ik zag helemaal niks. Oké. Ik ben er heel eerlijk in. Kijk of niet raden. Deze. Zo, ik heb ze. Giel is klaar? Ja. Laat mij hem maar zien. Giel, niet kijken, joh! Ik kan het toch niet zien? Nee, jawel, je keek. Ik kan het niet zien. Ja, je keek. Er zit een kant. Nee, Giel spiekte. Minpunten. Ja, oh, ja. Krijg mijn kaart dan weer terug, joh. Even. Pak ze nou. Wat is deze kaart dan? Dat weet ik niet. Ik heb er... Hoeveel heb jij er dan? Ik heb er nog 3. Nou, niet vals spelen, hè? Ja, nee, ik doe het hartstikke goed, juist. Oké. Nu komen alle kaarten hier te liggen. En dan moeten wij volgens de punten gaan inzetten welke wij denken dat zij bedoelt met het verhaal. Giel weet natuurlijk niet welke Vincent heeft gekozen. Dus... En andersom dus ook niet. Ja, dus dan moeten hun nou hun affiches. Zijn er allemaal nummers op, net als die daarboven, zie je dat? Ja, ik weet al welke het is. Zo. Zijn jullie klaar voor? Ja, we hebben toch al bij hetzelfde. 2 en 3. Geen van beide, want het was deze. Waar is dat op gebaseerd voor altijd? Een ring. Ja, oké, nee, logisch. Trouwring. Nee, ik dacht die omdat voor altijd liefde, weet je wel. Nee, ja, die was van mij dus. Ja, zij valt, hij springt erachteraan. Hè? Ja. Wat is dit dan voor altijd? Ja, weet ik niet. Ik moest een paar kwaad kaarten krijgen. Maar wat heeft haar te maken met voor altijd? Ik dacht dan heeft Giel het gedaan omdat hij van die kaart had. Goed. Nee, die ring die staat er helemaal los van. Jawel. Het is zo, of je moet eigenlijk heel moeilijk denken, of je moet eigenlijk te simpel denken. Oké. Ik geef tegelijk een ring. Dus ik krijg 3 punten. Geval, jij krijgt 3 punten. Dat is heel, hè? Ja, ga jij maar 3 keer opschuiven. Nou, krijg jij 1 kaart erbij. Ik krijg er 2 bij. Giel krijgt er 2 bij. Oké, dus we gaan in de prullenbak. Nou, hallo, in de prullenbak. Gaan we nou al weggooien. Kom maar op met een verhaal, of woord, of whatever, of een nummer. Mag ik zingen? Ga maar zingen. Ik ga niet zingen. Ik ben nog wel eens aan het denken voor de volgende ronde. Op avontuur. Ik zal hem even laten zien. Ja, laat maar. Die en die. Deze 2. Oké. Nou, geef allebei maar. Oh, ik vind het spannend. Even husselen onder de tafel, dan zie je die niks. 1. Maakt het wel spannend, hoor. Dat was nou 1 dan. Ja, oké. Gewoon een volgorde. Kies maar. Oeh. Gaat ervoor? Allebei niet. Welke is het dan? Die? Ja. Hoe is dat? Visje gaat op avontuur. Oh ja, tuurlijk. Dat zei de vorige keer ook. Hij gaat op avontuur. Ik twijfel. Visje gaat op avontuur. Een visje gaat op avontuur. Je moet altijd zien te zorgen dat je de juiste kaart voor het juiste moment bewaart. Dat is echt zo belangrijk. Ja. Ja. Grote dromen. Grote dromen. Nou ben ik benieuwd. Ja, laat ze maar zien, Gil. Je keek in je ooghoek. Ik keek niet eens, wauw. Zag je dat? Dus zo, heel stiekem. Ik weet niet. Jij mag niet kijken. Niet spieken. Zo. Ik heb het gezien. Normaal niet. Oh. Is leuk voor je.
Ja, helaas. Giel, je loopt achter. Ik loop achter? Ja. Ja, maar... Nee, in het begin houden ze. Het was grote droom, hè? Oh. Katje. Grote Welke droom. Denken jullie dat bij grote droom was? Shit. Ik weet het. Ik denk Eva niet. Dat is niet gemeen bedoeld. Nou, bedankt. Mijn fietsje ligt er al. Wat duurt dat lang? Ik twijfel tussen de twee. Laten we even denken. Allebei goed. Oh! Hoppa! Je twijfelde met 5 zeker? Ja. Nee, niet. Oh, nee, waarom? Dacht ik. Ja, anders ik twijfelde met deze. Doorhoorden. Maar nu mogen wij de 3 vooruit, toch? Boem. Je laat me achter. Ja, ja je loopt echt achter. Giel, eentje voor jou. Giel had gewoon geen fate meer in mij. Die dacht, jij weet het niet. Ik dacht omdat die kaart van was met die balletschoentjes. Ja. Dacht ik dat jij die van die ging kiezen. Nou, omdat ik mij kan gewoon de droom hebben of een balletdanser worden. Dat was ook mijn uitgangspunt. Dat wij niet. Oké, ja, oké. Okay. Nou, omdat ik een meisje ben. Nee. Kies nou maar jij mag verhaal vertellen. Logisch gezien. Oh, ik wil iets zeggen, maar ik weet niet of jullie dat dan... Het is een soort van soortgelijk iets. Mag dat ook? Een soortgelijk iets? The last... Wat? Oh ja, the last man. The last man standing, zeg maar. Oh, oké. Okay. Nou, prima. Ik wou zeggen the last Jedi, maar dat was misschien niet zo slim om dat te zeggen. Oké, zal ik de mijne eens laten zien? Ja, wij kijken niet. Dit is de mijne. Last man standing. Oké. Okay. Ja, mag je mij laten zien? Oh. Ja, heb je ze gezien? Nee. Okay. Ja, ja. Ja, maar als jij weet, dan kan ik al mee doen. Tuurlijk, pas maar op. Ik ga er vandoor weer hoor. Voor mij maakt het niet zo uit als ik ben. Okay. Dan kom ik weer achter jullie. Kom maar op. Oké, wat hoort dit? 3 en 5. Die is fout. Ha. Wie heeft 5 gedaan? Ik. Goed zo. Is die goed? Yeah. Ja, want hij is van bomen en het is hier een desert. En ik denk dat ze dat bedoelen. Ja. Yeah. Desert. Hé, maar hij loopt toch? Hij heeft geen boom meer. Geel krijgt 4 punten. 4? Ja, want ik heb zijn goed geraden, ja. Oh ja, ja. Klopt, ja. Ja. Nee, dus, oh, ja, wel. Ik heb zijn goed geraden. Ik weet dat hij sowieso een punt krijgt, maar... Ja, en hij heeft jou net voor 3. Oh, dan krijg je dan... Plus hij, ik heb de zijne, dan krijgt hij eentje extra. Het is over. Oh, wacht, ik moet mijn eigen kaart houden natuurlijk. Ah, niet kijken. Ik zal hem laten zien. Ik zal straks de definitie ervan uitleggen. Niet koekeloeren. Dat was het toch weer? Het is over. En er is een definitie van of zo. Dat is aan jou. Dat is aan jou, wat jij denkt. Ja, jij zegt dat ook altijd. De keuze is aan jou. Ik heb een keuze gemaakt. Ik pak voor mezelf alvast een kaart. Ik geef jou er ook alvast 2. Ik schrijf er weer tussen 2. Ik geef jou er ook alvast 2. Oké, ik denk dat het is simpel. Eva heeft hem goed, Giel heeft hem fout. Hij niet van mij! Maar dan krijg ik nu ook een punt, hè? Maar hoeveel krijg ik er dan? Want jij hebt mijne wel goed. Maar ik krijg wel een punt omdat Giel hem niet heeft, hè? Ja, daarom dacht ik... Maar kijk dan hoeveel punten ik krijg! Ja, maar dan is de vorige kant niet goed. Van mij. Als er slechts 1 speler de kaart van de telefoon heeft, krijgt die speler. En de verteller elk 4 punten in plaats van 3. Huh? Oké, zo. Opgelost. Zo, kom maar op. Onverwachte wending. Jij bent... Oh, het is zo moeilijk ook, hè? Ah, sorry hoor. Probeer het gewoon spannend te houden, oké? Onverwachte wending. Ik heb hem. Hier, ga me laten zien. Ik zal ook even die van mij laten zien. Dat je is kijkt van, niet. Deze van Vincent. Ja, dat mag wel eens. Ja, dan mag je wel spieken. Mijn eigen mag ik wel zien. En deze van Eva. Kom maar, Rolf. Mooi hoedje. Wil je niet zo dik zien doen? Knal je konijn van het veld af, hoor. Nee. Place your bets. Nummer 2. Even gelijk. Yes! En ik heb nog een punt. Oei. Snap je hem? Nee, je hebt 4. Nee, ik snap hem. Hey, doe jij maar de punten, dan hoef ik me daar geen zorgen om te maken, want ik begrijp dat allemaal niet meer. Jongen, die puntjes, jongen. Ik loop hard. Anders zeggen hardlopers zijn dublopers, hè? Zeggen ze, ja. Zeg ze. Nou, heb je al een verhaal? Oh, shit. Waarom? Er is nog geen verhaal, je legt op elkaar neer. Niet zo het weer rond is. Oh. Ik heb een goed verhaal, oké? Okay? Nou, waarom weet je dat allemaal zo goed? Maar wat als nou die kaart vet goed hierop speelt dan? Ja, dan kijk ik of ik hem in kan nemen. Oh. Maar van nu hou ik hem even apart. Ik weet echt niks. Het is echt moeilijk. Het kan ook zijn dat je gewoon een paar flutkaarten hebt. Hè? Dat je ze gewoon zegt van, ik gooi er gewoon een paar op tafel met een makkelijk verhaal. Ja. Kost je een paar punten, maar je staat wel voor, dus kun je wel voorlopen. Het ruikt bloemig. Ja. Oké, zou ik hem mij laten zien? Niet kijken, jongens. Ja, I don't know. Wil je niet kijken? Elke keer niet kijken, joh. Ja, gewoon gelijk bij de 3 moeilijkste die er zijn, hoor. Wat wordt het? Ja, voor jou is het makkelijk. Ja, jij zegt net, dat zijn de 3 moeilijkste die er zijn. Ja. But do that! Maar heel eerlijk, 2 van die van jou zijn van jou. Dat zeg ik niet. Ja, nee, dat weet ik nog eens goed. Ga maar gokken. Nummer 4. Dat heb ik ook. Ja, iedereen wel weg. Oh. Hey. Smikkelbeer.
Waarom leg ik ook een keer hier neer? Smikkelbeer. Oké, okay, dit, ja. Ja, jij ze eerst maar zien. Giel, laat jij ze nu maar zien. Smikkelbeer. 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 Wauw. Wow. Nee, drie. Duh. Ja. Wauw, jullie hebben ook echt wel echt slechte plaatjes gekozen. Dat doen we juist, zodat wij verder komen. Ja, nee. Ik had dacht eindelijk een leuke. Ik had niks anders. Ik had ook niks meer eten, helemaal niks. Nou, flauw. Ik kijk leuke plaatjes kiezen. Smikkelbeer. Be different. Wees anders. Dat is wat ik wou zeggen net. Heb jij mooi weg? Dat is een beetje laat. Hè? Ik heb een goeie. Dit is hem? Dit is van Vincent. Die is goed, hè? Nee, dat is goed. Moet ik je toegeven. Even lastig. Spannend! Niet kijken. Ik kijk naar mijn blokjes! Blokkie? Ik kijk naar mijn blokjes! Man, oh man! Nou, daar gaan we. Kom op. Schud voor gebruik. Belgisch schudden, hè? Weet je hoe je dat moet doen? Bam! Vastberaden. Ja. Vastberaden. Eva en Vincent hebben het allebei goed. Hoppa! Opschuiven. Wij krijgen dus weer 4 puntjes. Doei Giel. Eentje jou met voorbij. Met je be different. Ja, met je gek ei. Elke keer als Eva moet, dan duurt het 20 minuten voordat ze een verhaal heeft. Je hebt nog 2 kaarten hier, hè? Het stopt niet. Oh ja, dankjewel. Wat dan, het stopt nooit. Oké, mag ik kijken? Of laat ja, ze ja, mag kijken, Eva. Het stopt niet. Ja, kom maar. Jij moet schudden, Truif. Ze komen hier straks op tafel, ja, joh! Ik voel me net een fortune teller. Mm-hmm. Nou. Jouw toekomst zegt mij dit. We missen alleen een bal. Ik weet hem. Het stopt niet. Bam. Bam. Ja. Ik wou eerst zeggen, tijd is relatief, maar ja. Jammer. Ja, daar heb je wel zoiets van. Ja, daarom is gemeen. Hier, eentje voor jou. Het gaat een beetje gelijk op. Giel. Ja, wie als eerst bij die 30 puntjes is. Ja. Pas op. Kort en krachtig. Aan de kant. Ik ga hem laten zien. Kst. Die kijkt. Deze zijn van mij. Wat zei je nou? Pas op! 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 Pas op, hè. Pas op! Ja! Doe nou, pas nou op! Ja, oké. Pas op! Oh, je hebt slechte kaarten. Goed dat je het zegt, want anders gemaakt het ook heel makkelijk weer, hè? Of juist niet. Oeh, potwist! Pas op! Pas op! Borst ook weer? Pas op! Ik denk dat het eigenlijk iets anders is, maar ja, het zal wel. Ik, ja? Oké, ik denk dat jij hem goed hebt. Oh. Oh. Ja, dat ik is heb dus wel. Ja. Pas nou op! Ik dacht ook hier van, pas op! Maar dat is iets heel anders. Die eigenlijk, want regen, water, of ja, papier. En papier. Ja, pas nou op! De realiteit is anders dan je denkt. Jij zegt altijd goede dingen! Nee, nou, ik weet niet of het goed is. Feit dat. Nou, dan mag ik zo niet achteraan. Wat de realiteit is? De realiteit is anders dan je waarneemt, zoiets weet ik toch. Dan je denkt. Dan je denkt wat, ja. Ik heb echt. Dit is de hoofdkaart van mij. Ik kijk niet. Oké, deze van Vincent. Dan mag je wel kijken. Ik kijk nog niet. Eva. Kijk nog niet. Nee. Ik kijk! Ik kijk! Ik denk ze net te groeien om normaal te schudden. Dus dat wij doen onder de tafel. Ja, maakt niet uit. Ik weet het al. Ik ook. Is die te makkelijk? We gaan het zien. Ja, allebei. 10. Het is een goede kaart, maar je moet wel net iets verstoppen zodat het niet opvalt. Ja, yeah. Ik wou dat met dit doen, met mijn, wat jij zei, met mijn aardbollen. Je kan nu winnen, hè? Oh. Kan. Hoe kan. Eva kan winnen. Storytimes met Eva. 3 jaar later. Ja. Ik heb weer een nieuwe kaart, dus dan denk ik, oh shit, ik moet wel winnen, hè? Nee. Ja, ik weet het al, maar ik moet het wel horen. Nou, je wil wel, anders kan ik niet nadenken. Oh, dan weet ik niet meer wat boos je hebt. Alles wat je droomt kun je waarnemen. Waarnemen of waarmaken? Er zit een verschil in. Dat weet ik nou ook niet meer, door jou ben ik helemaal niet wag. Ja, alles wat je droomt kun je waarmaken, zeg maar, dat. Oké, wacht, laat eerst mij zien, hè? Ik kijk niet. Deze is van mij. Oké, dan komt door. Dan komt die van Vincent. En dan komt die van Giel. Ik kijk. Tadaa. Nou, laten we maar zien wat er mooi is. Nou, ga jij alles maar waarmaken, ja? Ga jij het maar even waarmaken. Leg hem gelijk als een bam op tafel. Jullie zijn echt gemeen. Dit is ook goed ook nog. Hoppa. Oh, nu kan iedereen nog winnen. Oh. Kijk, eentje voor jou. Aha. Iedereen staat nu op de sprong om te kunnen winnen. Als ik nu echt een fucking moeilijk iets bedenk,
Heb ik gewonnen. Tenzij wij niet gokken. Zou ik het heel moeilijk maken? Waarom? Oh. Ik heb een paar mooie. Jongens, oh, is het mijn? De winnaar wordt nu bekendgemaakt, hè? Eva weet je niet. Eva vast. Ja. Waarom, Eva? Ik mag ze toch zien? Shit, dit is wel moeilijk. Waarom? Waarom? Als jullie allebei niet één van mij raden, heb ik gewonnen. Echt? Is dat zo? Ja, want jullie krijgen maar één punt als je die van de ander gokt. Daarom heb ik hem heel moeilijk gemaakt. Ja, maar dan kun je toch ook iets zeggen dat het dan niet bij het plaatje past? Oh, wacht. Dus laat ik zo doen. Ja, oké, man. Allemaal. Vertrouwen inderdaad. Waarom? Ja, waarom? Alles kan waarom zijn. Ja, daarom. Hè? Nou, best heel erachtig. Ja, ik denk hierom. Ik denk ook hierom. Nou, ga ervoor. Eenmaal heeft het goed. Yes! Oh, maar ja, natuurlijk weten ze natuurlijk wie het is, want die is van haar. Ja. Ah, ik denk al waarom juich je, maar je weet het niet. Ja, maar dat zijn de twee winnaars. Twee winnaars? Ja. Oh ja. Yay! Laat mij maar weer achter hoor. Leuk. Sorry. Toppie. Gezellig. Het was al zo vanaf het begin, hè? Gefeliciteerd. Goed gespeeld. Ja, gefeliciteerd. Allemaal hartstikke bedankt voor het kijken naar deze nieuwe board game. Vond je het leuk? Druk even op duimpje omhoog. Vergeet je boven niet abonneren, check vorige video de random video. Dit is onze eigen variant van het spel, want dat is het leuke. Je kan zulke gekke varianten bedenken als je zelf wil. Dus hopelijk zie ik jou de volgende keer weer bij een nieuwe board game. Tot de volgende keer natuurlijk en ciao!